Merci Yvan pour cette introduction. Merci aussi aux équipes de Beaux-Arts et de A+ pour l'organisation de cette conférence et l'écriture des articles. Goedenavond allemaal, ik ben vereerd om hier vanavond een lezing te mogen geven over mijn eigen werk. Te meer omdat ik gezien heb dat er nogal wat familie, vrienden en collega's in de zaal zitten. Dat maakt het extra. Ik zal vanavond een vijftal projecten in snel tempo aan jullie voorstellen, van verschillende aard. En Iwan zei het al, ik geef dus ook les aan de UCL. En dus het vroegere Saint-Luc Tournai. En Beaux-Arts heeft me gevraagd om deze lezing dus in twee talen, in het Frans en het Nederlands, te houden. Om praktische redenen zal ik daarom die twee talen regelmatig afwisselen, zodat u alle projecten kan volgen. Bonsoir à tous. Iwan l'a déjà mentionné dans son introduction. Avant de commencer mon propre bureau, j'ai travaillé dans d'autres bureaux d'architecture en Belgique et aux Pays-Bas. Cette expérience m'a aidé à travailler à des échelles différentes. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques projets en cours de route sous mon propre nom. Pour des raisons pratiques, je vais essayer d'alterner le néerlandais et le français afin que vous puissiez suivre facilement. Ik wil mijn lezing graag starten met deze persoon, Andrea Pozzo. Hij leefde in de tweede helft van de 17e eeuw, begin 18e eeuw. Hij was een Jezuïtenbroeder en aanvankelijk werkzaam in Milaan, maar maakte zijn belangrijkste werken in Rome, waar hij aan de kerken van zijn orde werkte. Hij was een alleskunner. Naast barokschilder was hij ook architect, decorontwerper en kunsttheoreticus. Pozzo vraagt ons op dit zelfportret om naar boven te kijken. Niet zozeer om zijn adoratie voor onze lieve Heer te benadrukken, maar eerder om zijn specialisatie plafondschilderingen. Pozzo is surtout connu pour ses fresques, dans lesquelles il utilisait la technique illusionniste de la quadratura, pour suggérer la troisième dimension. Il combinait peinture et statue pour créer un trompe-l'œil parfait. Son œuvre la plus célèbre est la fresque peinte sur la voûte de la nef principale de l'église Saint-Ignace à Rome. Het is niet zozeer zijn meesterwerk dat ik jullie vanavond wil voorstellen, maar een gravure die hij publiceerde in Perspectiva Pectorum ad Architectorum, een van de eerste handleidingen over het tekenen van perspectief voor kunstenaars en architecten. Het werk heet Teatro della Nozze di Cana uit 1685. Ik wil graag een aantal thema's uit dit werk aan u voorleggen waarmee ik een bepaalde affiniteit heb en dus ook betrekking hebben op mijn eigen werk. Pozzo était un maître de la profondeur. Il nous met en scène la ville en utilisant un point de fuite central et unique. La ville s'offre à la vue travers des fenêtres, au travers des fenêtres. Le point de fuite se trouve au fond, dans l'axe, et on se demande ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est la fin de cette ville imaginaire? Est-ce que c'est la campagne qui commence juste derrière? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que la mise en scène est un principe urbanistique qu'on pourrait répéter à l'infini. Aujourd'hui, la perspective est trop souvent considérée comme une méthode dépassée pour produire des impressions spatiales à grande échelle. Cependant, la création d'une vue ouverte sur la ville et le paysage environnant relie et sépare, autorise le développement sans obligation. J'adore la perspective. We krijgen hier een landschap te zien, van trappen, promenades en bordessen, een landschap zonder einde. De publieke ruimte spreidt zich uit over verschillende niveaus. Het onderscheid tussen binnen en buiten vervaagt. De publieke ruimte bestaat bij de gratie van haar grenzen. Niet alleen bepaalt de gebouwde omgeving de aard van de ruimte, plein, straat of promenade, ook de interactie tussen privé en publiek binnen en buiten en programma's bepalen de werking ervan. In ons werk besteden we veel aandacht aan de vormgeving van deze overgangen. Il n'est pas très clair s'il s'agit ici d'un ou plusieurs bâtiments. La confusion est entre autres causée par le fait que tout est fait de la même matière. Tout est fait en pierre naturelle. Le revêtement du sol, la structure portante, la façade, les balustrades et les ornements. Plutôt que d'une somme de différents composants, la structure et la finition sont unifiées. Malgré cette limitation de matériaux, l'image n'est pas ennuyeuse, au contraire. Le nombre de matériaux de construction parmi lesquels Pozzo pouvait choisir au XVIIe siècle était bien sûr limité. On construisait avec la pierre et le bois. Aujourd'hui, on a le choix entre une variété infinie de matériaux. Ceci a mené
à des objets architecturaux autonomes et décontextualisés. Dans notre travail, on va essayer de limiter le nombre de matériaux au minimum et de s'inspirer du contexte. Het thema van de uitbeelding betreft een verhaal, de bruiloft van Cana. Jezus verricht hier zijn eerste wonder waarbij hij water in wijn verandert. Het tafereel is niet overheersend. Het decor voor deze gebeurtenis is wel bijzonder. Er is een bruiloftsfeest aan de gang op straat. Pozzo suggereert een bruiloftsfeest in de publieke ruimte. Hiermee komt hij tot de essentie van trouwen. Het openbaar maken van een persoonlijke verbintenis als gevolg van de liefde tussen twee mensen. Het leven van een ieder wordt doorkruist met gebeurtenissen waarvan het private en het openbare karakter nauw verbonden zijn. Geboorte, afstuderen, bruiloft, promotie, begrafenis. Daar waar vroeger deze overgangsrituelen plaatsvonden in het centrum van de gemeenschap, een kerkgebouw, zijn ze nu verspreid over verschillende locaties en vaak in een private sfeer. De privatisering van de publieke ruimte leidt tot segregatie. De openbaring van programma's brengt mensen dichter bij elkaar. Het project van deze kapel is de aanleiding waarom we hier vanavond aanwezig zijn. Het is een klein project dat we deze zomer opgeleverd hebben ter gelegenheid van de glaskunstentoonstelling Diafaan in Gent. Het project voor deze kapel is het gevolg van een nauwe samenwerking met Atelier Mestag uit Gent. Dit bedrijf is het oudste atelier in België dat glas in loodramen maakt op ambachtelijke wijze. Katrien, mijn echtgenoot, is de derde generatie actief in het atelier. Het was een wens om een project te realiseren dat de mogelijkheden van de glasraamkunst op een andere manier naar buiten zou brengen. Voor ons was het een gelegenheid om het met glas in lood te werken met de intentie de ambachtelijke techniek te vertalen in een hedendaagse vormentaal. De keuze voor het maken van een kapel lag voor de hand, gezien de vaak religieuze toepassing van glasramen. Anderzijds stelde de schaal van het project me in staat de glas- en loodramen te gaan gebruiken als een overheersend element, eerder dan een secundaire invulling in een gebouw. Er staan honderden, misschien zelfs duizenden kapelletjes verspreid over België. Meestal zijn zij toegewijd aan een heilige, soms maken ze deel uit van een processie die eenmaal per jaar plaatsvindt. De betreedbare kapellen zijn verwant aan de kerktypologie, zij het verschaald en sterk vereenvoudigd. Ze zijn meestal erg besloten. De kapel aan de linkerkant staat op de lijst van te beschermen gebouwen. Ze is volledig vervreemd van haar omgeving en is haar gebruik verloren. De kapel aan de rechterkant is ontstaan vanuit een persoonlijke overtuiging en met weinig middelen. Ze wordt regelmatig bezocht en met liefde onderhouden. Net zoals bij kerken kan men zich afvragen wat het criterium kan zijn voor behoud. De ouderdom van het gebouw of de betekenis voor de gemeenschap. Het licht speelt een belangrijke rol bij de interne ruimtelijke beleving van sacrale ruimte. Glas- en loodramen zijn hierbij een belangrijk element. Zij geven kleur aan de ruimte. Soms wordt het glas beschilderd, dan spreekt men van brandglasramen. Een van de bekendste voorbeelden van gotische glasschilderkunst zijn de glasramen in de kathedraal van Chartres. Deze kathedraal bevat de meest complete verzameling oorspronkelijk gebrandschilderde ramen. Men maakt onderscheid tussen de gewone ramen en roosvensters. Een roosvenster is een cirkelvormig maaswerk met daartussen glas- en loodramen. Onze kandidatuurstelling voor de glaskunstentoonstelling Diafaan 5 bestond uit deze maquette. Ze is trouwens geïntegreerd in de maquette hier vooraan op het podium. Het gaat om een conceptmaquette. Ik had voor ogen dat de kapel zou bestaan uit één enkel gebogen glasraam. Het liefst van al zou de draagstructuur deel uitmaken van dit glasraam. We waren blij verrast toen we vernamen dat we geselecteerd werden om deel te nemen. Op 2 maanden tijd moesten we de kapel verder verfijnen, financieren en zelf bouwen. Je vais vous expliquer en quelques étapes comment la structure de la chapelle a été conçue. On était inspiré par le jeu de lignes structurelles sur le plafond d'une église gothique et par la forme typique des rosaces. Par la projection horizontale de ce jeu de lignes, on obtient un dessin constitué de cercles croisés. Ensuite, on confirme le dessin en ajoutant des cercles. Le dessin devient plus dense et homogène. Au moment qu'on fait une sélection de cercles adjacents, on obtient un ensemble de rosaces. Le fait de les lier peut générer une structure spatiale. Le résultat est alors une combinaison de ces 2 éléments. Chaque élément de la chapelle est la simplification d'un symbole ou d'un élément architectural. Les éléments auxquels on réfère sont synthétisés et réduits d'échelle.
Het idioom van dit ontwerp is gebaseerd op de abstrahering en vervorming van een structureel lijnenspel en het verschalen en vermenigvuldigen van de typische vorm van een roosvenster. De kapel is een prototype, een structuur die op een experimentele manier is tot stand gekomen. Ze is gemaakt zoals een maquette gemaakt wordt, maar dan op schaal 1 op 1. Er werden ook geen stabiliteitsberekeningen gemaakt, er werd enkel proefondervindelijk gewerkt. Om de draagstructuur voor de roosvensters te maken, hebben we in eerste instantie een stalen buis besteld met een zo groot mogelijke diameter, 53 centimeter, en deze in schijven van 3 centimeter laten zagen. De buisschijven hebben we geperforeerd op 6 plaatsen om een onderlinge verbinding mogelijk te maken. Ze worden aan elkaar bevestigd door middel van vleugelmoeren. Na het lassen van de nokstukken hebben we dan de structuur van de kapel voor de eerste maal opgesteld. Dit was een hoera-moment. De spitsboog refereert naar de gotische vormentaal. Om de stabiliteit in de dwarsrichting te garanderen is een windvoorband noodzakelijk. We hebben gekozen voor 2 staalplaten die de achterwand van de kapel zullen maken. Alle stalen onderdelen werden om roestvorming te vermijden gegalvaniseerd en bijgeveild waar nodig. Op basis van het gekozen glas werd in het atelier Mestag een eerste proefpaneel gemaakt. We zijn uitgegaan van 7 verschillende transparant getextureerde glassoorten. Uiteindelijk werd ervoor geopteerd om een groene glassoort aan het assortiment toe te voegen. De keuze van het glas is bewust sober gehouden. De kapel is opgebouwd uit 81 roosvensters. Elk roosvenster bevat 18 stukken glas. In totaal zijn er 1458 glasstukken handmatig gesneden. Het in lood zetten van de glasramen gebeurt op basis van een werktekening, waardoor de exacte maat gewaarborgd blijft. Het randprofiel, wordt als laatste geplaatst en houdt het glas samen. Vervolgens worden de knooppunten gesoldeerd om een samenhangend geheel te bekomen. Doordat de kapel opgebouwd is uit kleine elementen, kan ze vrij gemakkelijk gemonteerd en verplaatst worden. De structuur is pas stabiel na het bekomen van de volledige boog. La chapelle a été conçue pour l'exposition Diaphane 5 dédiée aux arts verriers qui s'est tenue en juillet sur le site du Béguinage Sainte-Élisabeth à Saint-Amand. C'était le seul objet architectural parmi les structures de toutes les tailles. On était surpris au moment qu'on a été sélectionné pour participer au festival. Comme il s'agit d'une exposition temporelle, on devrait concevoir une structure facilement démontable et transportable. Le Béguinage date de 1874. C'est un environnement assez introvert au milieu d'un îlot d'habitation. En 2003, la dernière Béguine s'est décédée. Toutes les maisons sont aujourd'hui louées, occupées par des habitants ou des initiatives sociales ou culturelles. C'est un environnement assez paisible à quelques minutes de la gare de Gandamport. Au centre du Béguinage, on retrouve l'église entourée d'un espace vert. De l'autre côté de son parvis, il y a une chapelle liée à l'ancienne infirmerie. Ces deux édifices sont orientés est-ouest selon la tradition. On a proposé une implantation entre ces deux bâtiments et orientés de la même façon. Par ce fait, ils entrent en dialogue. Je vous montre ensuite quelques photos prises par Philippe Dujardin. La structure a été optimalisée afin d'utiliser un minimum de matière, voire une gamme de matériaux restreinte. L'analogie avec les églises voisines ne joue pas seulement sur l'effet visuel, mais aussi sur la perpétuation d'une technique de construction. Le contreventement de l'ensemble est assuré par les deux panneaux en acier qui referment l'espace. La croix est la représentation d'un symbole religieux, mais aussi une nécessité constructive. Il est difficile de transporter un panneau de cette taille s'il est d'un seul tenant et percé d'une croix en son milieu. Le matin, la croix se dessine sur le sol. La chapelle est en même temps ouverte et fermée. L'environnement devient flou au moment qu'on regarde à travers les rosaces. Au moment qu'on se couche sur l'herbe, les lignes courbes forment un dessin continu. On a dessiné un système structurel moderne, mais inspiré par des formes historiques en utilisant des techniques artisanales.
We hebben de kapel ter gelegenheid van deze lezing in de tuin van Eden geplaatst. Deze tuin is niet alleen een mooi en overzichtelijk landschap, het is ook de belichaming van het ideaal van een absoluut publieke ruimte, waar begrippen als grens en privé-eigendom niet bestaan. In de tuin van Eden wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het private en het publieke. Alles is publiek. We willen de kapel graag zien als een ontmoetingsplek voor iedereen die dat wil. La maquette qu'on a fait à l'occasion de cette conférence est une représentation abstraite du jardin de Eden. Elle est composée de petits bâtonnets de 2x2 cm de section. Comme le socle fait 100x100 cm, on a utilisé 2500 bâtonnets. Ce projet pour une école primaire est le résultat d'un concours qu'on a gagné dans le cadre de l'open oproep organisé par le Vlaams Bouwmeester. Il s'agit d'une nouvelle école d'environ 1 300 m². Le programme contient un réfectoire avec cuisine, une salle polyvalente et des classes. Pour ce projet, je me suis associé à Bernard Wittevrongel, ami et collègue ici présent. Le projet est le résultat d'une collaboration assez étroite entre Bernard et moi. En ce moment, on est en train d'achever le dossier d'adjudication et on espère pouvoir commencer les travaux l'année prochaine. Sint-Lievens-Houtem est une commune rurale d'environ 10 000 habitants. La commune est connue pour son marché linéaire. Notre site se trouve au nord du centre, entouré d'un quartier résidentiel et une zone agricole. Avec une surface d'environ 2 hectares, ce site est très qualitatif. On y retrouve l'esprit des sites campus comme ils étaient conçus dans les années 60. Des pavillons sont implantés librement dans un environnement naturel. On a donc une zone d'entrée, la maternelle, l'administration avec une petite salle de sport, l'école primaire, un atelier et puis un autre accès avec parking pour voiture. Je vous montre quelques photos de l'état actuel. Ceci est cette deuxième entrée au site. Vous voyez qu'il s'agit d'un environnement assez vert. Les bâtiments font penser au modernisme des années 60. On retrouve une construction modulaire et préfabrication dans la plupart des bâtiments. Chaque pavillon possède son propre espace extérieur entouré de verre. Ceci est la maternelle. Du site, on a un lien visuel avec le village. Les enfants peuvent situer leur propre maison depuis leur classe. La vraie question du concours était liée à ce bâtiment-ci. Le bâtiment se trouve dans un très mauvais état et devrait être remplacé. Le bâtiment, par contre, possède des caractéristiques architecturales et morphologiques qui nous ont plu. C'est le seul bâtiment sur le site qui s'étend sur plusieurs niveaux, ce qui le rend visible du village et pourrait être considéré comme repère sur le site. Les façades sont constituées des murs rideaux contenant du simple vitrage, ce qui fait qu'il y a des problèmes de condensation et des pertes d'énergie énormes. En plus, les classes sont orientées est-ouest, ce qui génère surchauffe et éblouissement pendant les mois d'été. Tijdens een eerste bespreking met de bouwheer in aanwezigheid van de Vlaams Bouwmeester en de andere architectenteams bleek dat het bestaande gebouw beantwoordt aan de functionele en pedagogische wensen van de directie en het personeel. De renovatie van het bestaande gebouw leek dus in eerste instantie een logische keuze. De directie had deze optie zelf al onderzocht en uiteindelijk was er besloten dat dit budgettair niet haalbaar was. We hebben een opstelling voorgesteld aan de noordzijde van de bestaande speelplaats. Deze inplanting leek een aantal potenties met zich mee te brengen en positieve gevolgen te hebben voor de beleving van de site en het versterken van het reeds aanwezige karakter. Elk gebouw op de site staat in relatie tot een eigen buitenruimte. Dit principe wordt bij de gewijzigde inplanting gehandhaafd. Het is ook zo dat de buitenaanleg tot een minimum beperkt wordt. Vanuit de optiek van de klimaatbeheersing lijkt de aangewende oost-west-oriëntatie voor schoolgebouwen problematisch omwille van de oververhitting in de zomer en hinderende rechtstreekse lichtinval met de bijhorende verblinding. De voorgestelde noord-zuid-inplanting van het gebouw blijkt in die zin gunstiger te zijn in functie van de thermische beheersing. De nieuwe inplanting maakt de spreiding op de site van de gebouwen groter, waardoor ook de bestaande doorzichten behouden en zelfs versterkt worden. Het campusmodel wordt versterkt, aangezien centraliteit vermeden wordt.
Cette image montre la nouvelle situation de la rue avec le nouveau bâtiment au fond. Une vue de la cour de récréation, on a opté pour le béton préfabriqué avec en ligne avec les autres bâtiments sur le site. Le programme simple nous permet de proposer une division de l'espace évidente et fonctionnelle. Les deux espaces collectifs principaux, en termes d'usage et surface, sont implantés au rez-de-chaussée. La salle polyvalente prend une place stratégique dans le bâtiment et sur le site. Elle se situe devant, en lien visuel avec la rue et directement accessible de la cour de récréation. Cet espace fonctionnera également comme cour de récréation intérieure. Le réfectoire se trouve de l'autre côté, en lien avec une zone verte derrière le bâtiment. Le sanitaire et la cuisine se trouvent de l'autre côté, en lien avec une zone verte derrière le bâtiment. La structure du plafond influencera fortement la perception de l'espace. Il s'agit d'une série de poutres avec une section de 25 x 55 cm et espacée de 120 cm. D'une part, ces poutres permettent de franchir l'espace en une seule fois, en libérant de cette façon l'espace d'autres éléments structurels. D'autre part, les poutres orientent l'espace par le rythme évoqué. Les murs porteurs à l'étage permettent une division de l'espace assez libre. On prévoit deux escaliers, un escalier intérieur et un escalier extérieur. Ils sont implantés aux extrémités du bâtiment. L'escalier extérieur est directement desservi de la cour de récréation. L'escalier intérieur depuis la salle polyvalente au rez. Les deux escaliers croisent les trois niveaux de l'édifice et seront également utilisés comme escaliers de secours. La disposition des escaliers est telle qu'on peut desservir les classes sans interrompre une activité dans la salle polyvalente. Le rez peut également être utilisé pour des activités non scolaires. L'escalier extérieur est couvert afin de garantir un confort maximal aux usagers. Les classes sont séparées par deux rangées d'armoires en multiplex. Les parois entre les classes ne sont pas porteurs, ce qui fait qu'on peut facilement modifier la division de l'espace dans le futur. À l'étage, on retrouve ce même dispositif de poutre. Ce système combine un usage de matériaux efficaces avec une influence sur l'espace. L'effet spatial sera renforcé par l'apport de lumière entre les poutres en façade. Le profil du plafond augmente le confort acoustique dans les différents locaux. Au deuxième étage, on retrouve une division similaire. La répartition des classes sur deux niveaux permet de réduire la foule d'occupation par la moitié. L'usage de matériaux différents est limité. On n'utilisera que deux matériaux, le béton et le bois. Le traitement neutre des classes est un choix conscient. On veut créer un cadre dans lequel les enfants peuvent s'exprimer librement. Grâce aux trois étages, le caractère vertical est de nouveau utilisé pour créer une hiérarchie entre les bâtiments sur le site, affirmant le rôle principal de ce bâtiment. Grâce à son empreinte au sol limitée, on maintient les relations visuelles sur le terrain. Et enfin, la compacité du bâtiment a une influence favorable sur l'aspect énergétique. Men kan de gevels op twee verschillende manieren lezen. Vanuit plastisch oogpunt bestaat de zuidgevel uit twee voor elkaar geplaatste gevelvlakken. Het voorste gevelvlak geeft de maatvoering aan en maakt het gebouw tot één eenzijdig geheel. Het achterliggende gevelvlak vormt de eigenlijke scheiding tussen binnen en buiten. In dit gevelvlak zitten grote vaste ramen die voor voldoende lichtinval zorgen en kleine opendraaiende ramen tussen de balkenstructuur van het plafond. De verhouding tussen beglazen en niet beglazen delen wordt mede bepaald door de globale isolatiewaarde van het gebouw. Vanuit materieel oogpunt wordt de fysische aanwezigheid van het gebouw versterkt door het gebruik van massieve elementen die zich als kolommen of als vlakken presenteren. We doen daartoe een beroep op betonnen gestapelde prefab-elementen. Door de combinatie van beide gevelvlakken bekomen we een zekere speelsheid en diepte-effect en geven we de overgang tussen binnen- en buitenvorm. Deze dwarsdoorsnede toont de functiespreiding in het gebouw met de polyvalente zaal op het gelijkvloers en de klassen op de verdieping. In het interieur van de klassen is hout het overheersende materiaal voor de wanden en beton voor vloer en plafond. De diepte in de zuidgevel wordt op het gelijkvloers aangewend als luifel, beschermd tegen neerslag voor het binnengaan van het gebouw.
Op de verdieping is er in deze diepte een houten pergolastructuur voorzien die dienst doet als zonnewering. Zo wordt het thermische comfort van het gebouw verzekerd. Het zomerlicht wordt geweerd en het winterlicht kan maximaal de ruimte binnendringen door de lagere zonnestand. We maken gebruik van radiatoren langs de gevel om de ruimte te verwarmen. Omwille van de hoge CO2-productie in de klassen is er een mechanische luchtverversing met warmterecuperatie voorzien. Alle technieken worden onzichtbaar weggewerkt in de houten kastenwanden. Verlaagde plafonds zijn uit het gebouw geweerd om de ruimtelijkheid van de balkenstructuur tot haar recht te laten komen. Door het efficiënt aanwenden van de circulaties en het inwisselbaar maken van functies wordt gestreefd naar zo groot mogelijke lokalen. Zo doet de polyvalente zaal eveneens dienst als overdekte speelplaats en inkom van waaruit een binnentrap, de refter en het sanitair ontsloten wordt. Vanuit de klassen op de verdieping heeft men een zicht op het dorp. Het licht wordt gelijkmatig gespreid en de structuur heeft een invloed op de ruimtelijkheid van het lokaal. We hebben met dit project niet getracht om een bepaalde pedagogie voor de school op te dringen. We hebben echter wel geprobeerd om de nodige ruimtelijke condities te creëren, zodat toekomstige pedagogische processen op de meest efficiënte manier kunnen plaatsgrijpen. Le projet suivant est un masterplan pour le site d'une ancienne usine textile à Saint-Nicolas. Sur ce terrain de 6 400 m², on va planifier 47 logements, un parking souterrain et l'aménagement de l'espace extérieur. Pour ceux qui connaissent Saint-Nicolas, le site se trouve tout près de la Grande Place. La Grande Place se situe là et notre site est là. En 1922, Joseph de Portre a commencé son usine de confection. Grâce au talent organisationnel des fils, l'entreprise devenait un produisant influent de cette branche de l'industrie textile belge. L'atelier s'étendait régulièrement et occupait assez vite une grande partie de l'îlot. Dû à la concurrence mondiale, ce site est actuellement prêt à être redestiné. La famille était démunie et nous a demandé de faire un masterplan pour ce site. Voilà donc le site dans son environnement au milieu d'un îlot d'habitation. La zone d'intervention est entourée de deux morphologies différentes. Dans les rues adjacentes, on retrouve des logements mitoyens sur des petites parcelles. Dans la Castelstraat, on retrouve des entités plus larges sur des parcelles plus profondes. L'échelle de cet îlot a permis l'extension de ce programme vers l'intérieur de l'îlot. Sur le site, on retrouve plusieurs bâtiments différents. Le maître d'ouvrage possède deux bâtiments dans la Castelstraat. Le premier est l'ancien habitat du directeur, sa façade est protégée. À côté, il y a un bâtiment plus petit qui a été utilisé comme lieu de stockage. La structure est dans un mauvais état et son profil est beaucoup plus petit que celui d'à côté. C'est en plus le seul endroit par lequel on peut créer une ouverture vers le site. On a donc décidé de démolir ce bâtiment. L'intérieur de l'îlot est pour une grande partie occupé par un atelier de couture. Il s'agit d'une structure traditionnelle d'usine avec des qualités spatiales. La structure est en bon état, mais n'a pas de valeur historique. On a analysé l'option de créer des lofts dans cet espace, mais ont finalement opté pour la démolition à cause des problèmes de desserte. Central sur le site, il y a ce bâtiment monumental à 3 étages. Ce bâtiment domine l'intérieur de l'îlot. La structure du bâtiment est dans un bon état et il y a moyen d'y aménager des logements du type loft. De l'autre côté de ce bâtiment, il y a une zone verte avec quelques beaux arbres. En ce moment, ce lieu est utilisé comme parking. Les arbres pourraient être une valeur de plus pour le futur développement. L'accès du côté de la Rolierstraat est actuellement défini par une rangée de box de garage. Les box garage défigurent cet accès potentiel, donc on décide de les démolir. Le maître d'ouvrage possède également la maison à côté, utilisée actuellement comme entrepôt. La maison est dans un mauvais état et on décide de la démolir également. Na het verwijderen van de niet-kwalitatieve bebouwing wordt de schaal van het binnengebied duidelijk. We hebben twee potentiële toegangen vanuit de twee aangrenzende straten die de ontsluiting van het binnengebied mogelijk maken. De te behouden bebouwing, de directeurswoning en het hoofdgebouw staan in relatie tot deze toegangen.
We hebben een eerste voorstel gedaan om in de Rolierstraat een kleine publieke ruimte te maken in de straat. Dit voorstel is echter niet weerhouden door de bouwheer. Door het creëren van ruimte krijgt het binnengebied lucht en worden haar grenzen zichtbaar. Het beeld van het binnengebied wordt bepaald door de quasi-continue omranding door een bakstenen tuinmuur. Het hoofdgebouw vormt een scharnierpunt om de site en verdeelt het terrein in drie delen, elk met een eigen karakter. In de zone A kunnen we het beste grote maatvoering van het binnengebied waarnemen. In de zone B hebben we het groepje bomen dat bijzonder sfeervol is en de potentie in zich heeft een mooie binnentuin te vormen. Zone C is de toegangszone vanuit de Rolierstraat, van waar de kopse gevel van het hoofdgebouw de toegang tot de site markeert. In een eerste fase willen we het verborgen karakter van de site bevestigen. We vervolledigen het weefsel in de Kasteelstraat met een poortgebouw en hanteren eenzelfde strategie in de Rolierstraat met de bouw van een aantal rijwoningen. De site zal zich op die manier openstellen naar de omgeving, maar niet meteen prijsgeven. In het binnengebied worden relatief kleine bouwblokken ingeplant als losse elementen. Deze typologie is uitermate geschikt in deze context, aangezien het maaiveld optimaal wordt gevrijwaard en doorkijken gecreëerd kunnen worden. Hun exacte positie werd bepaald in functie van een optimale bezonning en ontsluiting. Er is voldoende afstand tot de bebouwing aan de rand van het bouwblok, zodat hier geen conflicten ontstaan van inkijk of privacy. De eigenschappen van de deelgebieden worden bevestigd. Per bouwlaag worden 2 of 3 appartementen ontsloten via een gemeenschappelijke traphal en dit over 3 of 4 bouwlagen. Het hoofdgebouw is het meest imposante gebouw van de site. Het is dan ook aangewezen om het op te delen in iets grotere appartementen of lofts. In elk geval wordt er van uitgegaan om de basisstructuur en de gevelopbouw van het gebouw zo weinig mogelijk te veranderen. Er worden enkel elementen toegevoegd die het mogelijk moeten maken om het gebouw aan te passen aan een hedendaags en nieuw gebruik. Zo wordt er een galerij voorzien aan de oostkant om de appartementen op de verdieping te ontsluiten en worden er balkons voorzien aan de westgevel. We willen het binnengebied omtoveren tot een groene oase binnen de stad. We hebben daarom gekozen voor een parkachtig karakter voor de buitenaanleg. Over heel de site wordt eenzelfde padenstructuur aangelegd. Le masterplan prévoit une diversité de types d'habitation. Il y aura des logements plein pied, des lofts et des appartements avec 1, 2 ou 3 chambres. Chaque logement aura son propre espace extérieur sous la forme d'un jardin, balcon, terrasse ou patio. Le masterplan contient en total 47 logements et autant de places de parking. Le stationnement est organisé sur le site afin d'éviter une surcharge dans les rues adjacentes. Les voitures accèdent au site à partir des 2 entrées. Il est impossible de traverser l'îlot en voiture. L'accès de la Kasteelstraat mène à un parking souterrain. Ce parking sera prévu en dessous des nouveaux bâtiments dans la zone A. L'accès de la Rolierstraat dessert quelques places de parking et permet l'accès au site par les pompiers. Le paysage continu unifie les différentes parties. Les piétons et cyclistes peuvent traverser l'îlot sans problème. Des cul-de-sac ont été évités, un réseau de chemins informels relie les différents bâtiments. Des rues conventionnelles ont été évitées afin de mettre l'accent sur l'aspect paysager de notre intervention. Les lignes courbes de cet aménagement sont en contraste avec le caractère orthogonal des blocs d'habitation. Les bâtiments au bord du site forment en quelque sorte la continuité des murs de jardin. Afin d'exprimer cet aspect, on proposera des façades en briques. Nouvelles constructions et murs de jardin formeront une unité d'une façon très littérale. En termes d'expression architecturale, on essaye d'unifier les bâtiments existants et les nouvelles constructions. Cette cohérence formelle sera lisible aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Le bâtiment central sera restauré. On utilisera également des briques pour les balcons et les terrasses. Ces additions auront un langage architectural contemporain, mais contrasteront pas en termes de matérialité avec le bâtiment existant. Ce projet est actuellement en cours de route. Dès qu'on a l'accord de la ville, on espère continuer notre démarche. Vorig jaar hebben we een internationale ontwerpwedstrijd gewonnen in Zagreb, Kroatië.
Het gaat om een stedenbouwkundig plan voor een nieuw stedelijk centrum. Het is een ontwerp dat ik samen met Pieter Dazelier gemaakt heb. Zagreb is de hoofdstad en de grootste stad van Kroatië. Op 100 jaar tijd is het inwonersaantal gestegen van 40.000 inwoners tot 1,2 miljoen. Dit maakt van Zagreb een van de snelst groeiende steden van Europa. Zagreb breidt historisch gezien uit tussen twee natuurlijke grenzen, de bergen in het noorden en de rivier de Sava in het zuiden. Door de continue groei is de stad ook uitgebreid naar de andere kant van de rivier en het totaalconcept van het verkeersnetwerk werd geïmplementeerd. Het gedeelte aan de zuidzijde van de rivier wordt Nieuw Zagreb genoemd. De bouw van dit stadsdeel is gestart eind jaren 50 van de vorige eeuw op basis van strikt monofunctionele zoneringsprincipes. Een gebrek aan werkgelegenheid en culturele programma's heeft geleid tot een weinig aantrekkelijke buurt met uitsluitend woningbouw. De site is fysiek verbonden met de groenzone langs de rivier en omgeven door infrastructuur. Het noorden van de site wordt begrensd door dus die rivier de Sava. Drie bruggen op relatief korte afstand van elkaar maken de verbinding met het centrum van de stad. Van links naar rechts hebben we een brug voor autoverkeer en tramverkeer, dan een voetgangersbrug en een brug voor treinverkeer. In het zuiden van de site ligt Dubrovnik Avenue, de belangrijkste verkeersader voor de ontsluiting van dit stadsdeel. De spoorweg kruist deze verkeersader in de uithoek van het terrein en splitst op richting kust en richting luchthaven. Et voilà donc notre site, le centre historique se situe en haut. Notre zone d'intervention a une surface d'environ 28 hectares. La ville de Zagreb demande de développer sur ce site un pôle urbain avec une densité construite de 3 fois la surface du terrain. En gros donc, 860 000 m² de surface construite. Il est également demandé de prévoir une place de parking par 200 m² construite. Vu la densité demandée, les constructions sur ce site pourraient être considérées comme non existantes. Au moment qu'on analyse la topographie du site, on remarque que ses limites sont définies par des talus. Ces talus permettent aux différents flux de se croiser sans conflit. Une digue le long du fleuve protège la ville contre des inondations et ne peut pas être percée. La différence de hauteur entre le point le plus bas du site et le sommet de la digue serait 7 mètres. Les lignes de chemin de fer s'étendent sur toute la côté est du site. Une nouvelle gare est demandée le long de cette ligne. Le trafic lourd sur les axes routiers génère de la nuisance sonore, jusqu'à 65 dB pendant la journée, ce qui est inacceptable à côté d'une future zone résidentielle. Il y a des arrêts de bus à plusieurs endroits au bord du site. Le tram est un moyen de transport important pour la ville. Le réseau est en usage depuis le 19e siècle et le réseau s'est étendu depuis. On retrouve des arrêts à des endroits stratégiques. On retrouve des accès piétons aux 4 angles du site profitant des passages en dessous des talus. Au nord du site, le pont piéton, ici, fait la liaison avec l'autre rive du fleuve. Un chemin de halage le long du fleuve fait la liaison avec les autres quartiers. Le fleuve et sa plaine marécageuse pourraient être vus comme un grand parc qui traverse la ville. On croit que c'est important de souligner ce potentiel et de renforcer le contact avec le fleuve. La présence de toute cette infrastructure est double. D'une part, on a affaire avec un lieu intéressant à cause de son lien facile au réseau primaire de voirie et les arrêts de bus et de tram montrent le potentiel économique de ce territoire. La nouvelle gare planifiée affirme ce potentiel. D'autre part, cette infrastructure crée des limites presque infranchissables. Elle se trouve sur les talus afin d'éviter des conflits avec d'autres modes de transport. Par ce fait, elle forme des barrières spatiales par rapport aux quartiers environnants. Le trafic lourd sur les ponts génère de la nuisance sonore. La difficulté de ce projet serait de connecter le site avec son environnement afin d'affirmer son rôle de nouveau pôle dans la ville. Ik zal in een aantal stappen uitleggen hoe het project tot stand is gekomen. Het gaat in voor alle duidelijkheid niet om een chronologische evolutie binnen het ontwerpproces. Gezien de grote vraag naar parkeerplaatsen, stellen we voor de hele Kuip te vullen met parking. Een nieuwe verzamelweg doorkruist de site van oost naar west en maakt de verbinding met een woonwijk in het oosten.
We maken hiervoor gebruik van bestaande op- en afritten en onderdoorgangen. Het is niet aangeraden op deze plekken ondergrondse parking te voorzien gezien de hoge grondwaterstand. Bovenop de parking plaatsen we een nieuw artificieel landschap dat zich uitstrekt van Dubrovnik Avenue tot de top van de dijk langs de rivier. Dit nieuwe landschap zal gevrijwaard blijven van autoverkeer, waardoor er geen conflicten kunnen ontstaan tussen voetgangers en auto's. Gaten in het dek maken het mogelijk om de onderliggende parking te bereiken. Ventilatievluchtwegen en daglichttoetreding worden bekomen door op regelmatige afstanden het perforeren van de parkeervloeren. De meeste uitgangen leiden direct naar het dek, wat een aangename route is van en naar de parking. Deze publieke ruimte vormt de drager van het project, maar zal evolueren tijdens het ontwerpproces. De oplossing voor deze site ligt in de relatie die ze zal aangaan met haar omgeving. Dit is een eerste test waarbij we de randen op het terrein bebouwen. Hierdoor wordt er een groot binnengebied gecreëerd, wat op zich niet zo oninteressant is. In het programma van de stad was er geen vraag naar een specifieke publieke ruimte. We denken echter dat de publieke ruimte de basis vormt voor een goed functionerend stedenbouwkundig plan. In dit voorstel gaan we uit van een centrale ruimte, zoals we die kennen in de vorm van de Grote Markt of de Plaza Mayor. Door het bebouwen van de randen constateren we dat het gebied zeer introvert wordt en dat we baat hebben bij het terugtrekken van de bebouwing om zo een meer toegankelijke opstelling te bekomen. Het terugtrekken van de bebouwing langs deze verkeersader genereert een langgerekt plein, een soort ontvangstruimte voor de hele site. De bebouwing vormt een stedelijk front en gaat een relatie aan met dit plein. Aan de kant van de rivier heeft het terugtrekken van de bebouwing tot gevolg dat een groot terras ontstaat op het niveau van de dijk, dat de verbinding maakt tussen het jaagpad en de voetgangersbrug. We stellen voor om het station buiten de site te plaatsen, boven de kruising tussen Dubrovnik Avenue en de spoorlijnen, op het niveau van de sporen. Enerzijds krijgt het langgerekte plein meer betekenis als stationsplein en verenigt het de overgang tussen de verschillende transportmodi. Anderzijds vormt het station een fysieke link tussen de vier stadsdelen die van elkaar gescheiden worden door de infrastructuur. De gedane ingrepen hebben een positieve invloed op de beleving en toegankelijkheid van de site in oost-west richting. De Noord-Zuid-verbinding is echter problematisch. Het is onze intentie om Nieuw-Zagreb visueel en fysiek in contact te brengen met het water. Deze intentie wordt letterlijk vertaald in het opsplitsen van het grote bouwblok in verschillende, kleinere bouwblokken. Een ritme van openingen in het stedelijk front langs het stationsplein garandeert Noord-Zuid-transparantie. Er wordt een fysieke en visuele verbinding gemaakt met de groene ruimte aan de Sava. Deze ingreep heeft bovendien ook een positieve invloed op de densiteit. De bouwblokken hebben introverte binnengebieden waarin het moeilijk wordt om deelruimten op menselijke schaal te identificeren. Door het rechtlijnige stratenpatroon is de bebouwing parallel opgesteld en ontstaat er inkijk. We stellen daarom voor om kniklijnen aan te brengen en de binnengebieden te openen naar de rivier. Om de garantie op goed functionerende buitenruimtes te vergroten, werd het hele masterplan geanalyseerd in relatie tot daglichtcondities. Door deze ingreep ontstaan er nauwere en bredere zones, waardoor rechtstreeks zonlicht tot op maaiveld kan doordringen. De gevels van de bouwblokken krijgen elk een andere oriëntatie, waardoor er nieuwe zichten gegenereerd worden op de omgeving en frontale inkijken vermeden worden. Doordat de straten op sommige plaatsen verbreden en versmallen, ontstaat er een mix van pleinen van verschillende schaal en met een openbaar of semi-openbaar karakter. Het is vervolgens onze intentie om deze pleinen met elkaar te verbinden, zodat een fijnmazig netwerk van informele doorgangen ontstaat dwars op de hoofdassen. Er worden lokale openingen gemaakt in oost-west richting met een informeel karakter. De doorgangen worden geanceneerd door topografische gebeurtenissen. Landschappen en gebouwen worden met elkaar verweven. Door het openstellen van de bouwblokken in de richting van de rivier laten we de invloed van de groenzone tot diep in de site binnenbrengen. Deze zone heeft echter zoveel potentie door de aanwezigheid van de drie bruggen en de goede zichtbaarheid dat we besluiten om deze zone te markeren. We stellen daarom voor om met een aantal hoogbouwaccenten deze bijzondere plek te gaan benadrukken en het belang van de rivier in de stad te bevestigen. De geroepeerde hoogbouw is de climax van dit stedenbouwkundig plan. Hun positie onderling werd bepaald door factoren van verschillende aard, zoals zichten naar buiten en naar binnen toe, de blootstelling aan zonlicht, transparantie en de begrenzing van het binnengebied.
Een laatste, maar daarom niet minder belangrijke ingreep betreft het plaatsen van stedelijk meubilair onder de vorm van parasols. Deze parasols voldoen aan de behoefte om schaduw te creëren tijdens de zomermaanden en zorgen voor beschutting tegen regen. Anderzijds creëren we ontmoetingsplekken voor de buurtbewoners op kleine schaal. Sommigen zullen uitgerust worden met tafels, anderen met zitbanken en nog anderen zullen functioneren als infopunten, kiosk of bar. Allemaal bevatten ze stedelijke verlichting en kunnen ze makkelijk verwijderd en verplaatst worden. De parasols worden het symbool van deze nieuwe wijk. Met het verspreiden van de parasols over het hele gebied trachten we de grootschaligheid van de gebouwde omgeving te breken en met iets licht en fragiel van menselijke schaal. Afin d'exploiter les avantages de chaque lieu sur le site, les différentes fonctions sont réparties et combinées. Des grandes surfaces commerciales et fonctions publiques seront localisées le long de la place de la gare. Une école, des crèches et des fonctions plus petites seront positionnées au milieu. Il y a une tour résidentielle, une tour d'hôtel et deux tours de bureaux avec centre de conférence. La récréation sera située sur la digue et des bars et une plage à côté de l'eau. Les bâtiments auront une structure de poteau-poutre afin de libérer l'espace intérieur au maximum. En coupe, on aura à certains endroits des logements aux étages supérieurs, des bureaux au milieu et des magasins au rez. Cette typologie permet d'accueillir un grand nombre de fonctions et sera remplie selon les demandes du marché. Les perspectives vers le fleuve sont renforcées par la topographie et le cadrage des tours. Plutôt que de proposer une série d'icônes architecturales, on propose un tissu urbain continu et différencié. On a gagné ce concours en 2010, mais on n'attend pas à ce que le plan sera réalisé. La situation économique en Croatie a changé aussi et les terrains sur le site semblent être difficiles à obtenir. Dans le meilleur des cas, ce sera un processus à long terme. Een deel van het werk binnen het bureau is gewijd aan onderzoek. Sinds enkele jaren hebben we interesse voor transportinfrastructuur. Deze interesse is gegroeid vanuit een wil om de dingen op steeds grotere schaal te willen begrijpen. Deze studie kwam tot stand binnen het bureau en heeft geleid tot een opdracht voor Elia. U kent waarschijnlijk Elia. Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en staat in voor de transport van elektriciteit. We werken nauw samen met de studiedienst van Elia, Elia Engineering. Ons studiegebied betreft België. Het kan raar lijken dat we gebruik maken van landsgrenzen die in wezen niet noodzakelijk fysiek aanwezig zijn als we het gaan hebben over de landschappelijke integratie van transportinfrastructuur. Het beslissingsniveau is echter federaal en beslissingen in de loop van de geschiedenis hebben geleid tot wat men een typisch Belgisch landschap zou kunnen noemen. De focus, als men het heeft over transportinfrastructuur, ligt meestal op de verstedelijkte gebieden, de plaatsen waar infrastructuurlijnen elkaar kruisen. Denken we maar aan het ontwerp van Zagreb. Onze interesse gaat hier echter uit naar de niet-verstedelijkte gebieden rondom de agglomeraties. Op een luchtfoto lijkt het om een groenzone te gaan. In de realiteit is dit echter niet het geval. De nevelstad strekt zich uit over een groot deel van Vlaanderen en Wallonië. De verschillende netwerken van lineaire transportinfrastructuur, waterwegen, spoorwegen en autosnelwegen, hebben elk hun eigen logica voor wat betreft hun inplanting in het landschap, vaak voortbouwend op historische tracés. Onze perceptie van transportinfrastructuur is dubbel. Enerzijds verbindt het twee punten met elkaar, anderzijds creëert het een scheiding tussen voorheen verbonden gebieden. Hoe verder men zich van verstedelijkte gebieden bevindt, hoe minder oversteken er aanwezig zijn en hoe meer zij dus een scheiding vormen tussen voorheen verbonden gebieden. Deze grenzen worden steeds harder door de toenemende behoefte aan transport. Wegen en spoorlijnen verbreden, kanalen worden rechtgetrokken en uitgediept. Daarnaast worden ze aangewend als grenzen voor vaak monofunctionele zonering. Als we deze netwerken boven elkaar plaatsen, bekomen we een sterk versneden landschap. Dit is een typisch Belgisch fenomeen. Daar waar men in andere landen tracht om infrastructuur in de tussengebieden te bundelen in corridors, is er in België een wildgroei ontstaan. We hebben deze kaart van België gemaakt om deze conditie te duiden. Ze toont de verschillende fragmenten geïsoleerd uit hun context en geordend volgens grootte. België bestaat uit puzzelstukken die allemaal wel in elkaar passen, maar evengoed uit autonoom functioneren.
We onderzoeken momenteel het gedrag van deze fragmenten onderling en hun relatie tot de grenzen. Les lignes à haute tension sont d'un autre ordre que les infrastructures de transport mentionnées avant. Ces lignes n'ont pas la capacité de structurer l'espace. En tout cas, elles ne seront pas utilisées comme limite de zonage par les planologues. Le transport de l'électricité, comme les autres infrastructures, s'organise selon une logique très simple. On essaie de lier deux points le plus efficace possible et donc en ligne droite. Les grandes distances entre les pylônes, à peu près 300 mètres, et leur prise au sol limitée, permettent de franchir les obstacles dans notre paysage. Leur impact visuel est néanmoins important. Les pylônes peuvent atteindre des hauteurs de 65 mètres. Le réseau en Belgique est constitué de lignes électriques exploitées à différents niveaux de tension. Cette carte montre la tension la plus haute, 380 kV, et relie les différents centres de production. On est connecté à l'étranger afin de pouvoir importer de l'électricité. J'ajoute les lignes de 220 kV, 150 kV, et puis 70 kV. En Belgique, on a opté pour une structure maillée. Les postes électriques sont reliés entre eux par de nombreuses lignes électriques, apportant une grande sécurité d'alimentation. On peut dire que la Belgique est remplie de lignes électriques et donc de pylônes. On retrouve 5600 km de lignes aériennes dans notre pays, ce qui fait qu'on a le réseau le plus dense en Europe. Ceci est une image exemplaire d'un croisement de routes et de lignes aériennes. On l'aperçoit presque tous les jours sans être conscient. On accepte leur présence même s'ils défigurent nos paysages. On y est habitué. La présence physique de ces infrastructures est insurmontable. Des variantes enterrées sont beaucoup plus chères et moins efficaces à cause de pertes de courant. En général, on essaye de limiter la nuisance visuelle au maximum, ce qui n'est pas évident vu la hauteur des pylônes. Les pylônes en treillis qu'on connaît aujourd'hui sont en usage depuis presque 100 ans. Leur forme est définie par des exigences économiques, techniques et structurelles. On va de plus en plus haut afin de pouvoir franchir des plus grandes distances. Leur hauteur est comparable à l'hauteur d'une tour d'église. On s'est demandé si un changement de silhouette pourrait apporter une plus-value pour le paysage à part de l'aspect esthétique. Quand on fait une dissection des pylônes, on peut facilement identifier les différentes composants. L'assise fait le lien avec les fondations. La partie inférieure du corps permet d'ajuster la hauteur du pylône selon la nécessité. La partie supérieure du corps sert à tenir les bras. Les bras et les isolateurs tiennent à distance les câbles par rapport à la structure métallique afin de respecter les champs électriques et magnétiques. La structure est réalisée avec des profils métalliques galvanisés et assemblés par boulonnage. L'avantage de ce mode opératoire serait la simplicité d'assemblage et le fait que ces structures sont faciles à entretenir. Les pylônes sont constitués de tétrapodes isostatiques, ce qui permet en principe une hauteur illimitée. Pas mal d'architectes et concepteurs se sont intéressés par l'aspect formel des structures industrielles. Entre autres, le constructiviste russe Yakov Tchernikov, architecte et graphiste. Il propose une silhouette simple et lisible qui se différencie en forme et couleur des éléments secondaires. Il surpasse avec ce propos la demande purement fonctionnelle et structurelle par l'expression qu'il donne à la forme. Hierna volgen een aantal studies van mastsilhouetten. Het zijn collages van maquettefoto's. Wat u hier ziet is bijvoorbeeld een tensegrity-structuur waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de elementen die enkel onder druk worden belast en de elementen die enkel op trek worden belast. We hebben zo een aantal studiemodellen gemaakt, elk met een eigen structurele logica. De maquettes zijn gemaakt uit messing en zijn ongeveer 50 centimeter hoog. Deze structuur heeft lange tijd onze voorkeur weggedragen omdat ze een bepaalde elegantie combineert met een kadrering van het landschap door het feit dat ze naar boven toe open gaat. Na berekening door de studiedienst van Elia Engineering bleek de technische uitvoerbaarheid weliswaar moeilijk. De elektrische en magnetische afstanden ten opzichte van de staalstructuur konden niet gerespecteerd worden zonder afbreuk te doen van de hoofdvorm.
Uiteindelijk hebben we voor dit principe geopteerd, waarbij de basisvorm bestaat uit rechtopstaande vlakken die ondanks of juist door hun eenvoudige basisvorm een sterke perspectivistische werking hebben. De figuur brengt een belachelijk eenvoudige oplossing ten opzichte van het complexe silhouet van de traditionele vakwerkmast. In België is het verboden om met trekkabels te werken. Daardoor zijn we verplicht de vlakken tot een minimum te verdikken, ten einde een stabiele structuur te bekomen. Wat ons aansprak bij dit silhouet is het verschil in perceptie tussen voor- en zijaanzicht. We kunnen ervoor zorgen dat in het vooraanzicht de vakwerkinvulling transparant is, terwijl in de andere richting de densiteit van de structuur de fijne lijn van het silhouet benadrukt. Vervolgens onderzoeken we de relatie die de masten kunnen aangaan met de horizon. We stellen hier een massieve sokkel voor, waardoor het onderste deel van de mast een relatie aangaat met de aarde, terwijl het bovenliggende en transparantere deel van de vakwerkinvulling een relatie aangaat met de hemel. Als we deze perceptie op grote schaal projecteren, merken we dat we het landschap in zekere zin in beeld kunnen brengen en zelfs enseigneren. Er ontstaat een toenemende transparantie binnen het silhouet in het vooraanzicht en een toenemend doorzicht buiten het silhouet in het zijaanzicht. Ik toon hier nog enkele beelden van de huidige stand van zaken. We kunnen infrastructuur niet langer zien als een op zichzelf staande entiteit ten aanzien van haar omgeving. Landschap en infrastructuur moeten met elkaar in dialoog treden. Ik heb het daarom liever over landschappelijke interpretatie dan landschappelijke integratie. Aangezien het hier gaat om een studieopdracht, is het niet zeker dat u deze masten in de nabije toekomst zal tegenkomen. We hopen echter dat er zich ooit een gelegenheid zal voordoen om een hoogspanningslijn te bouwen. Une réelle relation de confiance s'est établie entre Elia et nous. Ceci a mené à un nouveau projet. Elia nous a demandé de proposer des stratégies d'intégration pour leur poste électrique dans des milieux divers. Architectuur is een traag proces. Bij sommige projecten duurt het soms 5 jaar of zelfs langer tussen het bedenken en de realisatie. Ik hoop binnen 5 jaar jullie nog eens te mogen verwelkomen voor een nieuwe stand van zaken. Architecture est un processus à long terme. J'espère vous revoir dans 5 ans pour un nouveau état d'avancement. Ik dank u voor uw aandacht.